Yo, what's up? Mr. Free back again. Hip-hop in Small Hip Hop Camp 2006. Gisteren, was dope. Vette shows. Kalashnikov gezien. De C2C was erg. Hocus Pocus. Metaphor was oké. En Avula hebben we het even niet over. Maar vandaag gaan we ook weer dikke shit zien. Zoals onze eigen favoriet. R.A. the Motherfucking Rugged Band. Eindelijk in Tsjechië, waar die min of meer toch ook wel thuis hoort. In het lowlife central van Europe. Kijk, wat hebben we nog meer? Kelly Agents komt vandaag, als het goed is. Ik hoorde dat Rasko ook al gearriveerd was. Ik ga even in mijn boekje kijken. Het is vandaag Sobota, oftewel zaterdag. Wat hebben we inderdaad? Ja, Rugged Man. Oh, Sway uit de UK willen we gaan checken. Kelly Agents, dus DJ 8-track. Die komt ook wat laten zien. En vandaag wordt misschien nog wel vetter, maar we gaan het zien. Die dingen wil proberen, maar we hebben voor de mensen die het allemaal niet zo aandurven met die vage Tsjechische shit, hebben we dus ook een tentje gevonden met Italiaanse pizza's. Dus gaan we eens even checken. Ik heb de ham versie genomen, ze hebben ook peper en shit, maar met de pizza kan weinig mis zijn, dus we gaan even testen. Niet te slap, goed op smaak, zullen we zeggen. Die randjes zijn ook goed, de bodem. Ja, ik zou hier toch wel een 7 voor willen uitreiken. En de prijs-kwaliteit verhouding is ook heel goed. Een halve pizza voor 65 kronen is 2 euro ongeveer. Dus wederom wel een aanrader voor iedereen die Hip-Hop Camp komt bezoeken. Ale pro auta tym silnym rocznym, każdego BTM balą, bo zajdzie z cedo europejski, a z cedo czeski, dziwnie i praski, bo ci spichowski, świetla co świeci, to oczy co chwilę, co krok, zrobię już hipopię, na nową stronę, każdy rano, nie nam dano, to na miasto, trzeci patron, to nie wiem jaki prowadzi.
z każdym to nie są ludzie, co widzi z nim żywota. My znamy prawdę, przez to swe dary PSA. Sucks, our airline sucks. She was 2 hours late. There you go. Then we had to drive 2 hours here. Had to wait in the airport for an extra 2 hours. Okay. And then we drove here and they didn't give me no time. I just had to go right on the stage. So I'm not happy with my performance. I mean, the crowd liked it, but I'm a lot better. I don't like that performance. Kind of upsets me that I had to get out of the car and go on the stage. And you have to do a short show as well. I don't care about that. If I could give the energy, but I want to be the best at my shit, and I don't think I had the energy or time to do it the way I wanted to do it. Don't stop, man.